Woensdag kwam een einde aan de officiële hittegolf in ons land. Er trokken een aantal stevige regen- en onweersbuien over, maar lang niet overal zorgde dat voor veel regen. Met name in het westen en in het midden van het land werd op sommige plaatsen meer dan 40 mm regen gemeten. Terwijl in Arnhem, meer in het oosten en zuidoosten van het land, daar bleef het beperkt tot enkele millimeters. En we zien het hier op deze foto ook aan het gras, langs de Rijn, lage waterstanden en nog steeds hele droge condities. Vandaag ook overwegend droog weer, wat zomerse stapelwolken en met uitzondering van enkele buien bleef het op de meeste plaatsen droog. Nou, vanavond hebben we ook overwegend droge omstandigheden. Die stapelwolken lossen geleidelijk op en dan schijnt de zon nog een tijdje. Bij niet al te veel wind en zwakke tot matige wind uit het noorden komt de temperatuur dan zo rond de 20 graden uit. Komende nachten gaat die wind nog wat verder liggen en dan klaart het steeds breder op. En dan met name in het binnenland kan tijdens die opklaring de temperatuur behoorlijk onderuit gaan. Afkoelen naar zo'n 12 tot 14 graden. En omdat er dan zo weinig wind staat en de luchtvochtigheid nog zo hoog is, kunnen er op verschillende plaatsen wat nevel- of mistbanken ontstaan. Vooral in de vroege ochtend kan het verkeer daar nog wel last van hebben. Nou, de wind die draait van het noorden geleidelijk naar het westen, zorgt ervoor dat er wat zachter lucht vanaf zee aangevoerd wordt, dus in het westen van het land een minimumtemperatuur van zo'n 16 graden. Morgen dan begint de dag droog en vrij zonnig. Heel vroeg in de ochtend dus nog die mistbanken, maar dat verdwijnt al vrij snel. En dan vanuit het westen gaat in de loop van de dag de bewolking wat verder toenemen en dan trekt er vervolgens een strook met buien van west naar oost over het land. Dit weermodel laat een prognose zien. Het staat nog niet helemaal vast waar die buien precies gaan vallen, maar wel dat ze dus van west naar oost over het land gaat trekken en dat zich dat voornamelijk in de middag en in de vroege avond gaat afspelen. Nou, zaterdagochtend dan zijn die buien in Duitsland aanbeland en hebben wij weer met droog weer te maken. Nou, nog eventjes naar de vrijdagmiddag. Hoe ziet dat eruit? Die buien gaan dus van west naar oost over het land trekken. Een matige westenwind daarbij. Maar vooral in het oosten en zuidoosten, daar komen die buien pas als laatste aan. En kan het nog behoorlijk opwarmen met een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden op de warmste plaatsen. In het westen van het land koelt het door die regen ietsje af, zo'n 22 tot 24 graden. Maar daar breekt in de middag wel als eerste de zon weer door als die buien aan het wegtrekken zijn. Nou, dan nog even een korte vooruitblik naar het weekend. Wat voor weer kunnen we dan verwachten? Beide weekenddagen verlopen overwegend droog met geregeld ruimte voor de zon. Heel plaatselijk een bui. De grootste kans daarop is op de zondag. Beide dagen zo'n 23 graden, westelijke wind. En ook in de nieuwe week verandert er dan niet al te veel. Maar verderop in de tijd kan het mogelijk wel weer wat warmer gaan worden.